Hallo, mijn naam is Laura en we zijn vandaag in Lommel in het Corby Hotel voor de Fashion Day en de halve finale van Miss Fashion 2019. Ik zit hier met vier prachtige dames naast mij. Ik ga eens vragen om zich voor te stellen. Ik ga met jou beginnen. Ik ben Queenie, ik ben 17 jaar en ik kom uit Keerbergen. Heb jij iets van hobby's of zo? Ja, ik fitness af en toe en ik werk in de horeca. Dus je bent druk bezig nog buiten school. Hallo. Hallo, ik ben Athena. Ik ben bijna 20. Ik kom van Hofstade, naast Mechelen. Even ter info natuurlijk. Doe jij naast het werk nog iets? Goh, het meeste waar ik mee bezig hou is met mijn zoontje. En voor de rest een beetje zingen, maar voor de rest niet veel eigenlijk. Zingen, kan je goed zingen? Ze zeggen van wel, ik ben er een beetje onzeker over, maar als de rest zegt van wel, dan zal het wel zo zijn zeker. Zouden jullie haar een stukje willen horen zingen? Misschien wel. Kort stukje? Nee, ik heb een beetje faalangst. Dus op het moment dat ik hoor dat mensen aan het luisteren zijn, dan klap ik helemaal toe. Oké, dan ga ik het niet vragen. Ik zal doorgaan. Ik ben Ines, ik ben 17 jaar en ik kom uit Boeghout bij Antwerpen. Hobby's? Ik heb niet echt vaste hobby's, maar ik lees wel graag en ik ga graag met vriendinnen weg en festivals. Dus doe ik graag. De festivals zijn juist begonnen. Ben je klaar? Voor het festivalseizoen? Ja, ik heb er zin in. Doe dat graag. Dat geloof ik. Ik ben Caro, ik ben 18 jaar en ik kom uit Aartselaar, Antwerpen. Ik heb dansles gevolgd 9 jaar bij de hobbyschool van Studio 100. En voor de rest afspreken met vriendinnen vind ik wel belangrijk. Iemand heel sociaal, Natsus. Zien jullie het zitten, dit avontuur met Miss Fashion? Oh ja, ik kijk er naar uit om nieuwe contacten te leggen en de ervaring vooral. Ja. Ja, ik vind dat superleuk. Nieuwe mensen leren kennen, nieuwe dingen leren. Ik heb er wel zin in. Hebben jullie iets van enig idee wat er jullie te wachten staat? Of wat verwachten jullie of zo? Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik hoop eigenlijk gewoon dat het heel plezant wordt. En ja, gewoon de ervaring op te doen om het eens mee te doen. Ik sluit mij daar een beetje bij aan. Gewoon een leuke zomer met iedereen samen, ja. Dan ga ik jullie nog een heel atypische vraag stellen eigenlijk. Ieder gaat daar zijn eigen antwoord op hebben, maar ik ben wel heel benieuwd. Stel dat jullie vandaag te horen krijgen, je kan nog één ding doen in je leven en daar blijft het bij. Nog één ding. Wat zou het dan zijn? Ik zou een grote rondreis maken. Ik zou heel de wereld doorgaan, alle plekjes een beetje leren kennen. Zien hoe dat de culturen overal zijn, want hier België, ja, dat is totaal anders. Ja, dat zou ik vooral doen. Iets avontuurlijk, dus nog veel van de wereld gaan zien dan. Ik zou met mijn familie, met de belangrijkste persoon in mijn leven, toch wel willen afspreken, samen iets doen, dat ik toch wel nog samen die een band heb opgebouwd en... Ja, dat vind ik ook een hele mooie, echt waar. Goh, ik zou een wereldreis, gewoon de wereld rondtrekken. Al is het mijn vliegtuig in de hele tijd, zou mij niet uitmaken. Zolang het de personen waar ik echt van hou er maar bij zijn. Een beetje de combinatie van de twee, maar echt mooi, mooi. Ik zou ook het liefst reizen. Een paar nieuwe plekken zien, nieuwe dingen leren kennen. Dat is wel mooi, vind ik. En als je dan zegt een paar nieuwe plekken zien, heb je zo enig idee van wat je nog zou willen zien? Of welk land? Of... Ik zou graag sowieso naar Amerika gaan, in Azië een paar landen, toch wel, ja. En hoe zijn jullie eigenlijk bij Miss Fashion terechtgekomen? Er heeft een vriendin van mij meegedaan, Jolien Klaas. En die heeft gezegd van ja, misschien omdat ik ook soms fotoshoots heb gedaan, zei van ja, je moet daar eens misschien aan meedoen en je moet eens zien hoe dat loopt, ja. Ik denk via Facebook dat je dat hebt gezien. Ik weet het niet meer. Ik had dat vorig jaar ook al gezien en dit jaar pas ingeschreven. Dus. Maar dat horen wij graag. Dat wil zeggen dat onze Facebook-reclame werkt. Hè? Ik via een meisje dat ik volg op Instagram, Zoe Caron. Zo, en dan heb ik me zo ingeschreven dat ik wel interessant en leuk om mee te doen. Ja, bij mij doet mijn zus mee. En ze had mij aangeraden om mee te doen. En ja, ik dacht van, het is een keer iets nieuws, iets anders, dus ja, waarom niet? Voilà, dus we hebben een paar via het internet, via vrienden, via de zus. Nu, ik kijk er in ieder geval al heel hard naar uit om jullie beter te leren kennen en om dit avontuur samen met jullie nog eens opnieuw aan te gaan. Dus
Ik wens u heel veel succes en geniet vooral van vandaag. Hè.